Ik kan u alleen dit vragen. Laten wij blijven bidden tot de vrouwen van alle volken om de algehele kerkelijke erkenning te verkrijgen. Ik denk dat dit de wens is van vandaag. Dat wij bidden voor onze bisschop, die het zeer moeilijk heeft, dat weet u allemaal wel. En laten wij bidden dat hij de kracht en steun krijgt om dit door te zetten. Maria, de vrouw van alle volkeren, die is verschenen. Altijd eerst het licht. Er kwam eerst een hemels licht en daaruit kwam zij naar voren. Zij, ik moet u ook nog zeggen, voor mensen die dat niet weten, daar wordt wel eens gezegd, zij staat daar pal voor dat kruis. Dat is niet zo. Die schilder heeft zijn best gedaan op de aangave van mij om een beeld van de vrouwen voor u te laten zien. Zij is werkelijk verschenen zoals ze hier staat. Alleen was die afstand van het kruis bijvoorbeeld zo'n stukje zo. Dus dat kruis, dat stond alleen achter haar. En vanaf het kruis zag ik altijd dat een licht helemaal door haar heen scheen. Vanaf het kruis. Dus zij is eigenlijk beschenen vanuit het licht vanaf het kruis. Zo heb ik het altijd gezien. Dat is natuurlijk vreselijk moeilijk te schilderen. En dat, hij kreeg dat niet zo erg. En daarom is er ook om haar heen. En daar kwam ook een boog met licht. En in dat licht daar stond de letters, de vrouwen van alle volken, zoals het hier weergegeven is. Die schapen daaronder, die schilder was bezig en toen zegt hij, ja, hoe moet dat daaronder, wat heeft u daaronder? Ik zeg, nou, ik dacht zoiets van wolken gezien te hebben. En ineens, heeft hij daar nog mee gewacht en toen kwam in een boodschap, kwam er eens die kudde schapen, zwarte en witte schapen. En de lammeren, die lagen daarvoor. Dat is de jeugd, achteraf. Ik begreep dat ook allemaal niet. Er waren schapen die liepen te grazen. Er waren schapen die hun kopjes opgeven naar Maria. Er waren schapen die wegvluchten, enzovoort, enzovoort. Dus wij kunnen veronderstellen dat dit de afbeelding is van de tegenwoordige tijd. De mensen die haar willen, voor haar bidden, vragen om te bidden. En de mensen die niets van haar weten, die daar weggelopen zijn. En die anderen die daar lopen te grazen. Dat is ook nog, ik weet het, ik kan dat allemaal niet uitleggen aan u. Want dat weet ik ook niet, maar in elk geval is dat zo gegeven. Dan wil ik u zeggen, bij de laatste belevenis die ik gehad heb, daar werd gezegd, het licht zal blijven. Ik wist ook niet wat dat moest betekenen. En daar was dus een hoogfeest van Maria en daar kwam, zag ik ineens over het altaar en die priester bij de consecratie. Daar kwam een hemels licht over het altaar, de priester, de kerk en alles. En dat was zo mooi dat, ja, ik hoop dat u het een beetje kunt begrijpen. En dat licht bleef zolang de woorden van de consecraties uitgesproken waren. En toen de priester verder ging, toen kwam dat licht heel langzaam over de hele kapel, kan ik wel zeggen, en over de mensen. En dat licht is ook vandaag weer verschenen en dat is heel mooi geweest
En ik vraag altijd, och Heer, laat ook de anderen dat licht zien. Want dan kunnen ze mij geloven dat het werkelijk zo is. Dat werkelijk dat licht hier gekomen is over u. Maar ik hoop dat de mensen het kunnen begrijpen. En ik hoop dat de Heer het evengoed u heeft laten voelen dat hij aanwezig is. Want denk erom, de vrouwen heeft ons altijd gewaarschuwd, denk om uw sacramenten, ze bestaan nog. Laat je niet naar de verkeerde geest zenden. Denk om de valse profeten. Dus houd u daar rekening mee en probeer uw geloof, zoals we het allemaal geleerd hebben en jarenlang ondervonden hebben, houd dat geloof vast, want het wordt weer later zoals het geweest is. Misschien in een beetje andere manier, maar het blijft zo. Het Heilige Sacrament zal altijd blijven. En de communie zal altijd zo blijven. Ons Heer zal altijd bij u willen komen. Dus probeer hem zoveel mogelijk te ontvangen. Want heus, u krijgt kracht en steun. Het is 15 augustus in vorig jaar voor het eerst in dat licht gezegd. Mogen dit licht uw kracht en steun zijn. Vraag erom. En dat vanaf dat moment heb ik dat gedaan. En ik hoop dat u het ook elke dag bidt. Mogen dit licht u mijn kracht en steun geven. Vraag erom. Want ons Heer heeft gezegd, vraag erom. Vraag om dat licht, om dat kracht en steun te geven. En dat wens ik u allemaal toe. En ik wens vooral dat u in deze dagen van de Advent goed bidt voor onze bisschoppen en vooral voor mijn eigen bisschop, monsieur Bomers. Bid voor hem, dat hij de kracht en steun krijgt om de kerkelijke erkenning te geven. Wij mochten deze, al die jaren mochten wij privé alles toestaan. Daarom hebben wij hier dat altijd mogen vieren. Maar nu vraag ik om de kerkelijke erkenning. Want dan pas kunt u begrijpen dat Maria haar bekroning krijgt. Zij heeft van de Heer die titel ontvangen, de vrouw van alle volken. En laten wij vragen of de kerk ook kerkelijk die titel geeft aan haar. En dan pas kunnen wij met vreugde en plezier de volgende Maria feest vieren. Nu ga ik zeggen, ik hoop dat het licht van hieruit u alle vergezeld naar huis en bij u blijft. Geloof daarin. Als je dat vraagt aan de Heer, dan zal hij u helpen in al uw narigheid en al uw troost geven om alles te dragen. We hebben allemaal ons kruis. En laten we vragen om het licht. En dan krijgt u kracht en steun. Nu hou ik op en ik wens u allen een goede thuiskomst. De bus van vanmiddag nog. En de andere mensen heel hartelijk dank dat u in zo'n grote getale bent gekomen. Dank u wel. Hartelijk dank iedereen voor uw mooie woorden. En dat u uw hart bewaard en beleefd. En tot besluit even gezamenlijk met u het gebed komt. Ja. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend u uw geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, opdat zij bewaard mogen blijven. Voor verwarring, rampen en oorlog, mogen de vrouwen van alle volkeren, die eens Maria was, onze voorspreekster zijn. Amen. Dus de mensen allemaal hartelijk bedankt voor uw medewerking. De bus van Den Haag gaat naar het Brugfestival.
En wij zijn tegen tweeën terug. En dan is er één gedaan met een lot. En we hebben zeer lot omdat we in twee vrienden door allemaal aan het licht houden. Hartelijk dank en tot ziens.